Het is onmogelijk om deze video te liken met twee pinken op elkaar. Dus je pink op elkaar leggen en dan liken, 99,9% faalt gewoon. En niet vals spelen. Deze man maakte een prachtige wandeling over het strand tijdens de zonsondergang toen hij dit aantrof. Dit is letterlijk een zeemeermin die aan het uitrusten is in het water, maar toch heel dicht in de buurt van het strand. Het is misschien lastig te zien, omdat deze man natuurlijk een klein beetje op afstand wou blijven. Hij kon zijn ogen namelijk niet geloven, maar het is een daadwerkelijke zeemeermin. En ik ben iemand die de meeste beelden wel in twijfel trekt. Vaak zijn ze gefilmd met hele slechte kwaliteit of zie je dat het er gewoon naderhand is inbewerkt met een software. Maar hier hebben we te maken met beelden die er bijna tot aan het enge toe realistisch uitzien. En ik weet het, bespaar me de reacties. Er zijn toch van die zeemeerminstaarten die je kunt aantrekken. Dat is waar. Er zijn inderdaad van die zeemeermin-kostuums. En eigenlijk is een zeemeermin-kostuum niet meer dan een simpele staart die je over je benen trekt. Maar desondanks dat heb ik het idee dat deze staart letterlijk meebeweegt. Dus zeg maar niet dat deze staart aan de benen van een mens zit, maar dat er letterlijk gewoon spieren in de staart zitten. Zoals bij een vis. En dat zou kunnen betekenen dat we hier dus met een echte zeemeermin te maken hebben. Wat ook opvallend is, is dat wanneer de zeemeermin doorheeft dat ze gefilmd wordt, dat ze er als een speer van doorgaat. Ik vind dit zo creepy. Hier hebben we iemand anders die aan het vissen was op de zee, toen hij een vis zag die hij nooit eerder had gezien. Of tenminste, later vroeg hij zich af of het wel een vis was. Want als je goed kijkt, zie je letterlijk dat deze vis armen lijkt te hebben. En bovenal een vrij menselijk postuur. Kijk maar. Het springt uit het water en het gaat letterlijk met zijn armen zo. En ja, natuurlijk zou je kunnen veronderstellen dat dit gewoon een duiker is. Maar je moet je voorstellen, dit is midden in de middle of nowhere. Midden in de middle of nowhere. Het is op een plek waar mensen niet graag zwemmen, omdat er veel te hoge en sterke golven staan. Dus of dit is een zeer professionele zwemmer, of dit is iemand, en hou je vast, die letterlijk gewoon in de oceaan leeft. Dit is misschien iets compleet anders, maar toch wel interessant. Dit is namelijk iemand die beweert een mammoet te hebben gefilmd. En ik weet het, mammoet zijn al heel erg lang uitgestorven. Dat maakt deze beelden ook zo interessant. Overigens moet ik wel zeggen, ten opzichte van de zeemeerminbeelden is deze weer in zeer slechte kwaliteit. Dat hier een gigantisch beest loopt, dat is een ja. Dat het een slurf heeft, zoals een olifant, is ook een ja. Maar om nou te zeggen dat hij behaard is zoals een mammoet, en dat het dus daadwerkelijk een mammoet is, dat vind ik een iets te snelle conclusie op basis van deze slechte beelden. Maar over zeemeerminnen gesproken, wat hebben we hier? Ik zou zelf niet gelijk willen zeggen dat dit een zeemeermin is. Voor mijn idee is dit wezen veel te groot. Maar het is in ieder geval wel iets wat je misschien in het rijtje kunt plakken van zeemonsters. Het monster van Loch Ness vind ik een van de interessantste creepypasta's die er is. Het zou gaan om een gigantisch watermonster, een plesiosaurus, een dinosaurier dus, die leeft in het meer van Loch Ness, in een gigantisch meer. Een meer wat kilometers diep is. Je zou dus kunnen stellen dat lang niet alles van dat meer is onderzocht. Nu wil ik daarbij toevoegen dat de mensheid geloof ik maar iets van 2% van de onderwaterwezens heeft ontdekt. Wat een gigantische 98% onontdekt zou laten. Daar zouden wellicht een aantal zeemeerminnetjes tussen kunnen zitten. Of een monstertje van Loch Ness. Dit is ook weer een interessante, maar toch ook weer een hele lastige. Als het goed is, rent er namelijk een wezen heel snel vanaf de ene kant naar de andere kant. En het lijkt een beetje op een dinosaurier. Alleen het is in zo'n slechte beeldkwaliteit. En bovenal op zo'n ongelofelijke afstand. Je ziet wat bewegen, maar je hebt geen idee wat het is. Dit vind ik daarentegen wel weer heel erg interessant. Dit is namelijk overduidelijk een onderwaterwezen. Dit is er overduidelijk niet in bewerkt. En dit is daadwerkelijk iets wat daar zwemt. Daarmee zeg ik niet gelijk dat dit het monster van Loch Ness is. Maar daarmee zeg ik dat dit een gigantisch onderwaterwezen is waarvan ik niet direct zie welke. Hier hebben we er ook weer één, alleen wel weer op een hele verre afstand. Deze vind ik daarentegen een stuk duidelijker. Deze man die loopt door het bos in de buurt van een oceaan, wanneer hij een vreemd wezen vanaf de ene grot naar de andere grot ziet rennen. Wat het exact is, dat durf ik niet te zeggen, maar dat het snel is en dat het eruit ziet als een dinosaurier, dat is één ding wat zeker is. Alleen is hij veel te laat met inzoomen, waardoor we het beeld wel hebben, alleen vrij onduidelijk. Al moet ik zeggen dat je overduidelijk een dinosaurier hierin kunt spotten, wat mij dan toch al snel laat denken dat het niet echt is. Ik bedoel, dino's zijn niet voor niets uitgestorven, right? Dit is misschien ook wel interessant, maar tegelijkertijd een lachertje. Dit zijn natuurlijk gewoon mensen in dino-kostuums. Al moet ik zeggen dat als je dit op een afstand ziet... Oh my gosh, wat was dat? Oké, dat ziet er niet echt uit als een dino. Het ziet er eerder uit als een eekhoorn die iets te veel nootjes heeft. Van zeemeerminnen en het monster van Loch Ness gaan we door naar een bos. Een bos waar iets te zien is. Er zijn veel mensen die geloven in weerwolven. Dat zijn mensen die tijdens volle maan zouden veranderen in wolven. Alweer. Weerwolf. Slecht woordgrapje op. En dit zou daar een voorbeeld van zijn. Alleen mag ik zeggen dat dit echt de slechtste beeldkwaliteit ever is. Alleen als het dan vervolgens wordt ingezoomd en een klein beetje wordt bijgelicht, dan zie je inderdaad wel een menselijk gezicht erin terug. Wat tegelijkertijd een hoop weg heeft van een wolf. Nu moeten we natuurlijk niet vergeten dat vooral tijdens Halloween en de aanloop en naartoe er best wel veel kostuums te verkrijgen zijn in de winkel die veel weg hebben van vampieren, weerwolven en zombies. Trek zo'n kostuum aan, maak wat gekke bewegingen in een donkere avond ergens ver in de verte terwijl je vriend het filmt en je hebt al snel beelden als deze. Again, daarmee doe ik het niet gelijk af als nep. Daarmee zeg ik alleen dat je dit soort dingen sceptisch moet bekijken en ook best wel een beetje in twijfel mag trekken. Net zoals deze mensen die beweren een weerwolf in hun achtertuin te hebben gespot. Deze is daarentegen
vliegen misschien wel een stukje interessanter. Want als je namelijk dieren in het donker spot, dan hebben ze vaak een bepaalde lens flare in hun ogen. En dat is wel wat je hier een beetje in terugziet. Dit ziet er niet uit als een kostuum. Overigens, dat we hier een gezicht zien van een dier, wil niet gelijk zeggen dat het een weerwolf is. We kunnen hier ook best te maken hebben met een grizzlybeer. Al moet ik zeggen, de houding en de manier waarop dit dier staat, interesting. Alleen ik moet wel echt stellen, dit ziet er niet uit als een weerwolf. Ik bedoel, ik weet niet hoe een weerwolf eruit ziet. Ik heb er gelukkig nog nooit eentje gespot. Maar meer van, dit ziet er toch overduidelijk uit als gewoon een beer die aan het chillen is. En die eigenlijk geen idee heeft waarom die nou gefilmd wordt. Hier hebben we iemand die een rivier aan het filmen is. Terwijl er op de achtergrond een toch wel vrij interessant wezen voorbij lijkt te lopen. Je ziet aan de postuur van het wezen dat het gigantisch is. En niet zoals een mens. Wederom, geen idee of we het dan gelijk onder het kopje weerwolf kunnen laten vallen. De beeldkwaliteit is namelijk zo slecht. Al moet ik zeggen dat ik dit wel een interessante video vind. Deze mensen dachten namelijk dat er een beer lag te slapen. Geen idee waarom je dan dichterbij gaat met een filmende camera. Maar op het moment dat deze beer opstond, leek het eerder op een weerwolf. Met name omdat de beer ineens op 4 en uiteindelijk zelfs op 2 poten begon te staan. Oké, 4 poten is niet zo speciaal, dat doen de meeste beren. Maar ik bedoel meer, wat moet dit voorstellen? Dat gezicht ziet er ook niet uit als die van een beer. Dat is echt gewoon een weerwolf. Deze man die loopt in het bos en dacht een hele vreemde boom te zien staan op de achtergrond. De boom die was een stuk donkerder dan de rest en leek toch wat kleine bewegingen te vertonen. Hij wist het niet zeker en daarom besloot hij het maar te filmen. Zou er dan toch wat uitzonderlijks gebeuren, dan had hij in ieder geval een soort van bewijs. Dit is uiteraard ongelooflijk creepy. Dat je in een bos rondloopt en dat je ineens dit ziet staan. Zitten, lopen, whatever. Alleen ik zie er toch wel heel erg weinig beweging in terug. En nee, ik ontken het menselijke postuur niet. Ik ontken alleen het feit dat ik beweging verneem. En beweging is toch wel een van die bewijsdingen waarvan je kunt aantonen dat iets leeft, right? Deze mensen die zijn lekker aan het rijden op hun motor wanneer ze ondertussen iets voor hun uitzien rennen. Wat het exact is, dat weten ze niet, maar het is weg zodra ze van hun motor kunnen afstappen. Dus als je goed oplet, dan zie je een soort van klein wezen, je zou het bijna wel een kabouter kunnen noemen, heel snel op het laatste moment, woep, het gras ingaan. Uiteraard zou dit bewerkt kunnen zijn via de computer. Deze mensen die waren aan het wachten op een taxi toen ze elke keer iets vreemds zagen bewegen tussen de bomen voor hun. En dit is ook weer heel lastig te zien, want het is laat in de avond, maar er staat een wezen, weer met van die ogen die een beetje licht geven, waaraan je zou kunnen opmaken dat het geen mens is. En ik zie inderdaad ook een soort van arm erin terug. Ik zou eerder willen stellen dat dit een alien is dan een zeemermin, een weerwolf of iets anders wat we eerder in deze video checkten. En ik waarschuw alvast, dit kan oprecht eng zijn. Deze mensen maakten namelijk een boswandeling en vernamen een vreemd geluid onder hun in een soort van oude kelder. En toen ze besloten om de camera erover te houden, leken ze er letterlijk een gezicht aan te treffen. En laat me duidelijk zijn, we kunnen hier ook best te maken hebben met een illusie. Wat ik daarmee bedoel te stellen, is dat het ook letterlijk gewoon een paar lichtgevende steentjes kunnen zijn die dan op een of andere manier op een gezicht lijken. Dit is iemand die een wandeling aan het maken was in het bos. En wat deze beelden zo interessant maken ten opzichte van de andere, is dat je hier het idee hebt dat er een daadwerkelijk wezen is, wat zich letterlijk niet verroert, wat niet beweegt, wat niet vlucht wanneer hij de camera opmerkt. Hij blijft letterlijk gewoon staan. Wellicht is dat een tactiek, zodat je zou kunnen denken, net zoals bij de vorige video, dat je te maken hebt met een boom die er gewoon toevallig uitziet als een mens of alien. Maar uiteindelijk beweegt de alien wel, het wezen, en verdwijnt het achter de bomen. En net zoals bij de voorgaande beelden geef ik hier wel bij aan dat het inderdaad gewoon iemand kan zijn in een kostuum. Tegenwoordig worden de kostuums steeds beter. Ik bedoel, als je kijkt naar films in de bioscoop, dan weet je ook dat aliens er realistisch uitzien als het een alienfilm is. Maar dit ziet er wel, dit ziet er wel realistisch uit. En ook heel creepy. Als je de video eng vond, kun je niet abonneren. Probeer maar op de abonneerknop te drukken. Als die blokkeert, vond je de video te eng. Als het je wel lukt om te abonneren, oh my gosh, dan heb je echt veel extra geluk. Like voor meer en adios.